Hallo, hallo, hier is Kingo, terug bij een nieuwe episode van de Minecraft Vita Beast Infinity Pack. Oh yeah. Oké, okay, dat zag er wel grappig uit. Dat zag le lekker alsof ik aan het praten ben. Echt, wacht even, nee. ik kan even nog een keer doen. Ja, dus ja, zo lijkt het een beetje alsof echt mijn karakter aan het praten is. Ja, haha. Oké, okay. maar goed jongens, we zijn in ieder geval weer terug. En ja, dit is als het goed is. Ik weet het niet precies zeker, want ik moet nog... Even, er zijn nog een paar episodes die ik moet renderen. Ik moet even kijken hoe groot ik die moet maken. Maar volgens mij is dit episode 49. Dus dat betekent dat het episode hierna komt dat dat episode 50 is. Oh, mijn god. 50 episodes voor een modder survival series. Volgens mij heb ik dat maar één of twee keer eerder gedaan. Ik denk twee keer eerder. Dus dat betekent dat dit echt wel een van mijn langste modded series zijn. Um, en, toe. en ik ben nog lang niet van plan te stoppen. Dus ik maak nog steeds gewoon uh, constant backups. Dus mocht er weer iets zijn van de corrupte wereld of zo, dat ik dan in ieder geval makkelijk en goed snel terug kan gaan. En uh, dat er dan niks aan de hand is. Maar ja. Uh, yeah. Wat we dus in deze episode gaan doen. Dus er komt trouwens niks speciaals voor episode 50. Het wordt gewoon een normale episode. Want specials, ja, dat, duurt, dat is iets, te, iets wat te moeilijk voor mij. En. Een uh, map download, dat het punt daarvan is dat ik dus ook met deze mossen zo werk. Met andere mossen die niet echt in deze pack zitten, dus uh, dat gaat een beetje moeilijk. Dus ik doe niks bijzonders voor episode 50, maar misschien dat dat later wel komt. Ik, uh, ik ga sowieso uiteindelijk als de hele serie klaar is, ga ik een map download doen. Maar uh, nu denk ik nog niet, dus uh, in ieder geval wou ik gewoon even vertellen. En ja, wat ik dus heb gedaan sinds de laatste episode is ik heb dus um, even alles lekker laten lopen, dus ik heb gewoon mijn quarry laten lopen, allemaal andere dingetjes, en dan heb ik een paar dingen opgemerkt die ik even tegen jullie moet gaan vertellen. maar we beginnen even met dit, want die zit natuurlijk een mooie diamonds in, en uh, ja, die kunnen we dus even mooi in dit ding weer terugzetten. there we go. en ja, het eerste wat ik dus even wil gaan vertellen, en dat is gewoon wat me gewoon opmerkt, en dat is iets waar ik uh, niet echt al te blij mee ben, maar waar ik niet echt iets uh, een oplossing van kan vinden, is met mijn enderquarry. want mijn enderquarry die heeft nu iets leuks, omdat ik dus zeg maar ...een heel nieuw gebied heb uitgestippeld. Maar in dat nieuwe gebied zat ook dit oude gebied. Dus heel dit gebied waar allemaal dirt geworden. Op een of andere reden gaat mijn enderquarry dus ook weer opnieuw over dat gebied heen. Dus kijk, nu is hij toevallig bezig met een Wat? Toen kwam er gewoon... Oh ja, tuurlijk, dit is de keer waar alles werkt. Ik dacht al, hè? Waarom zag ik gewoon ingots? Maar kijk, zoals je kan zien, de ingots vliegen binnen. Oftewel, uh, mijn oorprocessing setup werkt dus nogal zeer hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, dan is er een moment dat je een heel lange tijd niks ziet. En dat komt omdat hij door of een cave gaat... Of als het echt een super lange tijd is, dus misschien nu, even kijken. Of oh, mij, Nee, nee, hij zat er net niet. Maar dat het dan um, door dit dirt heen gaat, opnieuw. Dus dan scant hij al deze blokken af, terwijl het allemaal dirt is. En omdat de dirt is, pakt hij dus niks. En dan komt er dus een lange periode dat mijn endocrine gewoon niks produceert. En dan is hij daar weer voorbij, en dan gaat hij in de volgende laag, en dan heb je wel weer heel veel. En dat gaat dus een probleem zijn, tot en met daar zo, waar dus uh, de eerste dingen waren. En daarna gaat het weer heel dat stuk, dat is het al, is al probleem eigenlijk maar. Voor nu is dat in ieder geval heel irritant. En uh, ik zit dus aan te denken om. Uh, ja, nu gaat het nog, maar als ik dan uiteindelijk mijn Annequary wil vergroten. doe ik het op een andere plek. En dan maak ik het gebied zo groot dat ik hopelijk voor de rest van de serie. daar geen probleem meer mee ga hebben. En het einde van de serie is nog lang niet in zicht. Dus ik wil echt gewoon een gebied doen van een, misschien 1000 bij 1000. En dan kijk ik wel hoeveel die daarvan uh, gebruikt. Misschien dat dat dan niet eens genoeg is als ik uiteindelijk met speed up ga werken. Maar we zullen wel zien. Um, anyway, laten we nog maar eens gaan kijken. wat dus de ore-processing allemaal uh, heeft gedaan. Dus we gaan op zoek naar ore. En zoals je gezien, je hebt bijna niks meer. We hebben dus nog wat van de cinnabar, maar dat kan je niet verwerken. En dat ferris, omdat er gewoon te weinig dingen voor was, dus heb ik hem hier zitten. En hetzelfde is met dus. Dus als we kijken naar, naar pulv, Pulverized, dan kan je zien dat de Pulverized Ferris um, metal nog wat over is. Ik heb hem al gesmolten. Maar um, ja, dat is de enige oor dat niet wordt geprocessed. Maar als we nu blocks gaan opzoeken. Here we go, jongens. Nou, even kijken. We hebben nu 27 uh, blocks of diamonds. We hebben 32 uranium blocks. En een uranium blok is dit. Dus dat is ook lekker veel. Um, kijk, Ferris. We hebben dus best wel een lading Ferris binnengekregen. Maar dat heb we dus allemaal omgesmolten. Uh, lapis, Gold. Maar hier, nu komen de grote dingen, jongens. Hyalurium. silver, Koper. Lood. Bijna een miljoen EMC aan lood. Uh, aluminium. Graphite. Want dat is iets wat ik nodig ga hebben. Uh, waarschijnlijk in deze episode. Ja. Hoe um, heet het? Block of Tin. Block of Redstone. En het Iron, jongens. We hebben nu echt gewoon. Een enorme hoeveelheid iron. We hebben 2500 iron bars nu. En uh, dat hebben we eigenlijk hartstikke hard nodig in deze episode. Want wat ik dus wil gaan doen in deze episode is. het maken van een big reactor. Oh yeah. Of tenminste deze sessie. Want ik denk niet dat ik in één episode. Uh, daar genoeg tijd voor heb. Maar goed, waar wil ik dat ding nou gaan plaatsen? Nou, daarvoor moeten we hier naartoe gaan, jongens. En dit is iets waar ik dus ook weer mee heb verder gewerkt. En daar ga ik dus ook weer wat uitleg over geven. En dat is om te beginnen dit. Ik heb dit ding dus verdubbeld zoals ik zei dat ik het zou gaan doen. Dus dit ding produceert twee keer zoveel energie. Maar is nog steeds niet al te veel. Want dit ding produceert hoe heet het, 80 RF maximaal. Dus laten we even uitrekenen. Hoeveel RF produceert dus heel deze setup? Dus als 80 keer. Even kijken hoeveel zijn er in het totaal. 48. 80 48. Dus even afronden. Dan produceert dit ding zo'n 4000 RF. Net iets minder maximaal. 4000 RF per tick. En het gaat een enorme hoeveelheid kool kosten om dat omdat, uh, um, eigenlijk op gang te houden. Ook al heb ik genoeg, maar dat komt vanwege mijn dingen. Vanwege mijn. Uh, um, hoe heet dat shit nou? Die. Uh, uh, hoe heet het? Project E. Uh, uh, collector shit. Oké, okay, nou, hier hebben we dus de processing. Zoals je kan zien. Af en toe als er een nieuw ding binnenkomt, dan komt we wat koper in. Dat wordt meteen ongesmolten. Gaat meteen terug. Super nice. Energie staat hier op 20 miljoen. en Dat is zeg maar uh, de buffer. En dan hebben we natuurlijk de mooie testrex en alles. Maar hier is jongens de kamer waar ik de um, Big Reactor wil gaan bouwen. En de afmetingen van dit ding worden dus dit. Uh, dit uh, hoe heet het? Dit gat. Dat is 7 bij 7 En dan wil ik hem 6 hoog doen. Dus 7 bij 7 bij 6 Zo hoog wordt die Big Reactor. Dus oké. Okay. Nou jongens. Kleine background voor degene die niet weet wat Big Reactor zijn: Big Reactor is een super goede manier om aan energie te komen. Het punt is dat het gewoon heel erg veel kost. En um, daarom had ik het dus niet eerder gedaan. Die Sterling uh, Generators vond ik iets beter om in het begin te doen. Omdat gewoon de kost wat minder is daarvan. Maar uh, nu zitten we op het punt met al deze bloks dat we gewoon, uh, ja, we kunnen gewoon makkelijk nu een Big Reactor maken. Met uh, al deze resources. Maar goed. Ik heb hier naast me een lijstje staan waar ik dus even in deze kist wil gooien: van items die we nodig gaan hebben voor het maken van de Big Reactor die ik wil. En dat wordt zeg maar een big reactor met, um, dus ja als je niet weet wat het is dan leg ik het zo uit, maar twee access ports met één uh, power tap port met een controller met vijf fuel rods en zo ga ik wel allemaal in gaan doen. Dus voor degenen die niet weten uh, wat ik nu allemaal vertel over de big reactor, die niet eens weten wat, het, uh, wat de big reactor precies inhoudt, dan komt dat zo. Maar dat ben ik in ieder geval plan en daar heb ik de, uh, alle items heb ik daarvoor op een, uh, op een notepad bestandje heb ik dat even gedaan. Dus laten we dan nou even gaan sparkelen van wat we nodig hebben. Dus we beginnen met diamonds. We hebben één diamond nodig. Zo, nou, dat is moeilijk, hè jongens. Nou, diamonds, there we go. Oké, okay, de volgende is twee chests. We hebben twee chests nodig. Dus gewoon de chests, deze. Eén, twee, there we go. Okie dokie, dus there we go. We hebben nu twee pistons nodig. pistons, daar hebben we nog meer genoeg van. Twee, here we go. Zo. Dan hebben we nu tien redstone nodig. Oh ja, gewoon tien, jongens. Ja, ja. Uh, zo. Even kijken. En dan, Nou is dat. Nu hebben we 27 Yellorium ingots nodig. Dus Yalor... Oh ja, dat moet ik trouwens ook nog even opzoeken. Uh, we hebben nog heel veel ingots die ik gewoon nog niet in blokken heb veranderd. Omdat het gewoon uh, de laatste keer... Sinds de laatste keer dat ik dat heb gedaan zijn er weer heel veel nieuwe bij bijgekomen. Dus dat kan ik nu um, gewoon een beetje doen. Weet je wat, ik doe dit niemand want voor zelfgehaald verander ik soms de blokken die ik nodig heb. Maar we hebben dus 27 Yellorium nodig. Dus laten we dan even pakken. 1, 2, 3. Here we go. 27 Yellorium. There we go. Dan hebben we nu graphite nodig. Dus graphite bars. En daar hebben we er 55 van nodig. Dus graphite. En dan hebben we dit dus moeten pakken. En daar hebben we er 55 van nodig. Ehm. Um, wacht even. Zo. So, there we go. 55. Dus zo. So, there we go. Mooi. Dan pakken we nu de iron ingots. En daarvan hebben we er 120 nodig. Dus iron. En ja, dat had ik dus nog niet moeten omzetten. Maar we hebben 120 van deze dingen nodig. Dus dat zijn iets van. Zoveel iron dingen. Wacht. Kom op. There we go. Oh, dit is vanmiddag genoeg, denk ik. Even kijken. Uh, 120, dat is dus 2 keer 60. Dus, kijk, 60. 1, 2, 3, 4. Nog 3 nodig. There we go. 120 iron ingots. There we go. Oké, okay, dan hebben we nu glas nodig. En wel 152 stukken glas. Dus, laten we eens kijken, dat hebben we mooi. Dat is 152. Dat is. Uh, Kijken. ik vind het al zo leuk om te doen. Dus 152, dit is uh, 30, 52, dan moeten we er nog 22 bij. Zo. Uh, yeah. so. En even kijken. Want dit is. Ja, dit is 52. Oké, okay. there we go. Dat is het glas wat we nodig gaan hebben. Dus zetten we er ook bij. En nu het allerlaatste wat we nodig gaan hebben, jongens. Maar dat is nou ook meteen het allergrootste. En dat is 221 reactor casings. Oh, reactor casings. Laten we daar maar eens naar kijken. Want een reactor casing is iets wat ik moet gaan maken. Dus dat is dit: reactor casings. En daarvan hebben we dus superveel nodig. En uh, ja, ik kan je al zien hoeveel we ervan nodig gaan hebben. Dus omdat we dus um, weet je, zoveel van die reactor casings nodig hebben. En omdat het met keer 4 gaat, dan moet ik even kijken hoeveel ik precies nodig heb van alles. Maar ik heb dus graphite bars. Heb ik er dus 221 nog een keer nodig. Extra graphite bars, 221 iron bars. En dan een vierde daarvan aan Jellorium. Uh, en dat is volgens mij 56, omdat het anders niet uitkomt. Dus laten we dat maar pakken. Dus ah, Iron. Moeten we een lading erbij pakken. Dus ik denk dat dit wel genoeg is. Graphite. Pak ook een halve stack van. En dan Jellorium. Dat hebben we volgens mij. Ja, uh, met één stack hebben we sowieso genoeg. Dus oké. Okay. Laten we dit maar even omzetten. Boom, 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 boom. Hup, okay. We hebben iets meer, maar dat zal wel. En. Um, nou. 1, 2, 3. Ik moet zorgen dat ik 4 stacks uitkom. There we go. En dan. Oké. Dus laten we maar maken hoeveel we nou precies nodig hebben. Um, even kijken. Ja, ik heb hier 221 staan. Maar dan moet ik even delen door 4 en afronden naar boven. Dus volgens mij is dat 56. Dus zo. Even kijken. Als het niet uitkomt, dan zal ik het zo gauw genoeg zien. Oké, okay, maar we hebben jou dus nodig. De rest moeten we, um, moeten we even converten. Wacht even. Wat was dat weer precies? Nou, oh, ik kan het even niet doen hier. Ik denk dat het gewoon op deze manier was. Dus ik zet hier overal even een stack neer. En dan maken we op deze manier enorme, enorme hoeveelheden reactor casings. Dus there we go. There we go. There we go. Um, even kijken. En dan nog een beetje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There we go. Dit zou genoeg moeten zijn. Dus dan kan dit allemaal terug. En zoals je nu kan zien, we hebben dus best wel wat uh, stuff gebruikt. Blocked. Maar alsnog heb ik genoeg van alles. Dus ja, yeah. het gaat echt lekker. Het gaat echt lekker met hoeveel we nodig gaan hebben. Dus oké, okay. reactor casings. There we go. Zo, dat zijn er. Um, oh, god, ik vind dat zo moeilijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 van 9. Wacht, 8, 8, 8? Zo? Is dit? Ik ben even kijken. Ik wilde precies dingen hebben. Zo precies. Uh, ja, dit is precies 200. En dan hebben we nog 21 nodig. Dus dat is dit. There we go. There we go. Dit is zijn dus alle materialen die we nodig hebben om het maken, of voor het maken, sorry, van de. Um, uh, hoe heet het? Van de. Uh, quarry. Of van de quarry van de. Uh, van de. Hoe uh, heet het? backreactor? Okay. Nou, dus laten we alles maar pakken. Ik heb even de workbench gepakt, Omdat ik even alles daar ter plaatse nog te maken, want. We moeten nog wel speciale items maken. En die doen we dus daar te plaatsen. Maar, um, ja, we hebben ook nog eventjes een, een ender chest nodig. Dus, chest. Kijk, we hebben er nog. Oh, we hebben er één nog maar van. Oké, okay, even dubbelen. Want dat maakt er echt helemaal geen ene troll uit. Dus, ik pak even wat gold of zo. Oh. Wauw, ik hoor serieus. Ik serieus gold in het tikken. En op een van de reden deed ik uh, glow. Oké, okay. nou, we hebben er weer acht bij. Kijk eens aan. There we go. Dus, even kijken. Die moeten we allemaal daar houden. We hebben jou nodig. En we hebben ook een test nodig. En daar heb ik ook even wat meer van gemaakt. Dus we, uh, we hebben nog wat Tesrax over en ik heb nog heel wat van die frames. Dus dat is nice. Dat hebben we nodig. We hebben de kabels nodig. Dat hebben we daar en daar. Dat is allemaal mooi. En dat is het, denk ik. Oh nee, we moeten nog een tweede, um, tweede kist nodig hebben om uiteindelijk de Yellorium te verslepen. Maar dat, dat komt nog. Dus oké, okay, laten we maar naar de plek gaan en laten we het maar gaan maken. Dus ja. Nou plaats ik eventjes hier een werkbuis dan. En oké, okay, laten we maar gaan beginnen. We gaan beginnen met de vloer. En de vloer wordt helemaal gemaakt van reactor casings. Dus dat is allemaal dit, allemaal deze blokken. En een uh, big reactor is dus een multi-structure. Dus dat betekent dat als we dit hele ding af hebben afgemaakt, dan uh, wordt het één grote machine waar we dus energie uit kunnen halen. Dus dat is waar we naartoe gaan. Maar oké, okay, dit is dus de vloer. Mooi van metaal. Ziet er mooi uit. Oké. Okay. Dan, de volgende stap is... De, ehm... Um, hoe heet het? De uh, randen. Dus de randen, deze, dus, dus al deze hoeken. Die wil ik vier naar boven doen. Dus even kijken. Twee, drie, vier... Dus overal. En ik denk dat ik trouwens heel even snel wat hout ga halen. Oh nee, wacht. Dat... Oké, okay, ik ben echt een idioot. Ik zeg van ik ga misschien even hout halen. Want ik moet met de ladderboek hier op gaan. En dan ja, ik kan gewoon vliegen. Oké, okay, dus zo. So, there we go. There we go. En there we go. Oké, okay, dan hebben we dit. En nu moeten we nog het dak maken. Dus het dak erop. En dat komt op deze laag. En dat heb ik gedaan, zodat ik hier boven nog op kan lopen. Want dat uh, is wel nuttig. Want dat, uh, moet ik, ik moet uiteindelijk nog op het dak wezen. Dus oké, okay, helemaal zo. Maak er dus een soort van kubus van. En oké, okay, here we go. Nu hebben we dus zeg maar, het centrale frame van de reactor. Dus dit wordt één grote machine dat dus energie gaat leveren. Dus ja, het is best groot, maar dit is nog... Voor big reactor terms is dit nog een hele kleine reactor. Serieus, want daar kan je echt zulke grote dingen mee maken. Dat gaan we uiteindelijk denk ik wel doen, maar niet onze eerste reactor. De eerste reactor is gewoon iets heel erg efficiënts. Um, kleine reactor met... Uh, een heel goed koelend. Uh, een heel goede uh, cool um, liquid. En wat dat is, dat ga ik er zo meteen nog wel over. Maar ja. Um, yeah. Anyway. Even dit doen. Zo. En um, ja. Deze vijf moeten we dus niet gaan opvullen. Want op deze vijf plaatsen moet een ander blok komen. Dus laten we maar een keer gaan kijken. Voor het craften van de eerste volgende dingen. Dus ja, ik denk dat het eerste wat we nu gaan doen is het glas. Dus ja, want we hebben een hele lange glas nodig. En glas maak je met reactor casings daar. En daaromheen glas. En dan maak je. Um, reactorglas En reactorglas is super cool, want dan kan je zomaar in de reactor kijken. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik dat had, heb, heb gedaan. Dus oké. Okay. Dan hebben we dit. Dit is alles wat we nodig gaan hebben. En laat ik nu even al het glas erin gaan zetten. Dus zo ziet het eruit. Best wel sick. En het hoort ook echt aan elkaar vast. Dus ik ga overal het glas zetten waar ik het wil hebben uiteindelijk. Dus dat is dus op al deze plekken. Zo. En dan... Um, tot me daar. Zo. Kijken. Er zijn een paar plekken waar ik open laat. En dan komt dat daar een speciaal blok moet. Dus een speciaal blok om dit ding zeg maar, te kunnen laten activeren. Dus oké. Okay. En aan deze kant nog. Mooi, 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 mooi. En dat was glas. Oké. Okay, nou, nu kan ik er niet uit. Moet ik even hier. Dus there we go. Dus zo ziet het er nu uit. Dus het is één grote kamer. En het is gewoon helemaal uh, gevuld met niks nog op het moment. Maar uh, daar komt dus binnenkort verandering in. Want het allereerste wat ik nu dus wil gaan doen is. Uh, we hebben dus een reactor. En een reactor werkt op um, een plek waar dus grondstoffen in worden gezet. In dit geval Yellowrite. En um, dat, um, hoe heet het? Dat Yellowrite moeten we dus in um, staven doen. In, in zeg maar opslagen. En die dingen die heten. Um, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar die dingen zijn. Deze dingen. Yellowrite fuel rods. Daar, daar is het. En dan maak je op deze manier. Dus met iron. Yellowrite. Graphite bars. En dat is dus waarom we dit nog allemaal nodig hadden. Dus zo. Zo. Um, even kijken. En dan alle kanten nog op. Wacht even kijken. Hoeveel hadden we daarvan nodig? Twintig of zo, volgens mij. Dus we moeten even kijken dat we niet te veel doen. Um, zo, zo en zo. Ze dus moeten er twintig hebben. Dus laten we maar gaan. Dus twintig van deze mooie dingetjes. There we go. Dus hebben we dit nog over. Voor um, wat andere dingen die we zo nog um, moeten gaan gebruiken. En wat de hel is dit trouwens? Rector debris. Oké, okay, wow. Dat ziet er heel raar uit. Ik dacht op een wat is het? Maar goed. Nu hebben we dus de fuel Rolls. En de fuel Rolls, daar komt dus uiteindelijk dus alle yellow right in. En uh, ja, laten we die maar gaan plaatsen. En die plaats je op dezelfde layout als, zeg maar, waar deze gaten zitten. Dus zo. En dus op die plaatsen allemaal. Zo. En dit is om uiteindelijk... Uh, deze rods moet zeg maar... Op, heb ik op deze manier gedaan, omdat dit het meest efficiënt is voor wat ik wil. Um, je kan ze, zeg maar, overal plaatsen. Je kan in principe heel dit ding volzetten met van deze rolls. Je kan ook helemaal daar zo helemaal doen. Maar ik doe dit gewoon puur omdat ik dan... Um, ja, het, het, de energieproductie is dan gewoon meer efficiënter. En wat dat precies betekent, dat vertel ik straks al. En ik haal even deze rector casing weg voor nu. Omdat ik die uiteindelijk nodig heb um, om erin te komen in dit hele gebeuren. Dus ja, daar staan de fuel rods. Nou, nu moet er nog een top op. En die top, dat zijn deze dingen, de control rods. En die maak je op deze manier. Dus met wat rector casings, graphite bars, grass en en right, Of yellowium, ik noem het gewoon allebei. Het maakt niet echt uit, voor mij in ieder geval. Dus zo, zo... En dan. Um, even kijken. Oh, wacht, ik ik het verkeerd? Want hier moest de redstone in. En deze moeten daar. Daar we go. 1 twee. Oh, wacht. zie, Kom hier. Daar we go. En daar go, Alles is af. Jullie daar, jullie daar, jullie daar. De muis is een beetje raar. Dus even kijken zo. En dan uh, pakken we de rector casings. Of de control rod, sorry. En die plaatsen we allemaal. Op de plekken waar al die rods zitten. En als het goed is, kan ik er nu al in kijken. Ja. En dit is dus iets wat ik dus straks allemaal kan gaan aanpassen. De um, insertion. Dus dat betekent uh, hoeveel energie. Dus op hoeveel procent mijn reactor gaat werken. Dus ik kan uh, zeg maar, dit kan ik zeg maar op uh, 10% zetten. En dat betekent dat hij 10% niet gebruikt. Dus daar, daar komt het neer op neer. Dus als ik het op 100% zet, dan doet hij niks. 90% dan werkt hij op 10%. Zo werkt op, op, hij uh, op 20%. En zo gaat het door. Dus het is juist omgekeerd. Je moet zeg maar het procent wat er staat. Van 100% afhalen straks. Maar oké, okay, nu hebben we dus dat. En ja, laten we nu maar een keer met de echt ingewikkelde dingetjes gaan werken. En dat zijn uh, de access ports. Uh, hoe heet het? De power tab. En het belangrijkste, de. wat ben je? Controller? Iso. De controller. Dus laten we deze maar eens eerst doen. Ze dus hebben we één restje voor nodig. En diamonds. Twee van die en dan vier van die. Dus zo. So, there we go. There we go. Ja, daar. En dan de casings overal eromheen. En moet ik wel goed doen. There we go. De erector controller. En die zetten we mooi in het midden. Omdat dat het uh, belangrijkste is. En als het goed kan ik nu hier nog niet niks mee doen. Maar dat komt straks als die ding helemaal af is. Dan is dit zeg maar de access port van heel dit ding. Oké. Okay, het volgende is dus de power tap. De power tap maak je met die manier via redstone. Heel makkelijk. En dan dit er allemaal omheen. Dan pak je de power tap. En dit is dus de plek waar de energie uit wordt gehaald. Van, dit, van deze machine. En die zet ik daar zo voor, voor de grap. Of ja, voor de grap. Omdat het gewoon een goede plek is. Oké, okay, en dan nu het laatste item wat we nodig gaan hebben zijn uh, Exosport. En dit is dus de plek om uh, dat yellowium in het systeem te zetten. En om de afvalstoffen eruit te halen. Want het is echt een soort van nucleaire reactor. Waar dus ook afvalstoffen zijn. En dat heet Cyanide als het goed is. En dat spul moet dus worden uitgehaald uit de machine. En um, dat kunnen we later kunnen we dat verwerken tot een ander. Uh, hoe heet het? Een andere grondstof voor uh, zo'n machine. Maar dat. Uh, dat duurt nog even, dus maar we moeten in ieder geval nu dit maken. En daarvoor gebruiken we de laatste items die we mee hadden. Zo. En de kisten en de pistons. Dus yes, daar we go. En dan plaatsen we die hier zo. So. En dan plaatsen we de laatste so. hier zo. Daar we go. En dit ding moeten we even aanpassen. Want kijk, hier kan je dus zien: we hebben dus fuel. En dat is dit spul. En we hebben ook waste. En waste, dat is dat blauwe spul. Dus dit wordt dit. Zeg maar. En dat wil ik zeggen dat dit de outlet mode is. Dus uh, wat eruit komt. En dus, zoals je nu kan zien, het is nu blauw geworden. Dat betekent dat afvalstoffen komen via de achterkant. En de, en de goede stoffen dan moeten via de voorkant in. Dus oké. Okay. Dan gaan we dus nu even het dingetje erop zetten. En dan kan dit ding in principe, zal je zien, dat ploep, dat hele ding verandert. En het is nu één grote reactor. Oké, okay, nu kunnen we erin kijken. En nu kunnen we zien hoe het eruit ziet. Dus hij is helemaal af, hij is helemaal goed gelukt. En uh, ja, laten we maar eens kijken wat hij kan doen. Dus hier hebben we de fuel. Dus hier kunnen we kijken van wat we dus in dit ding kunnen stoppen. En dat is Yellurium. Dus laat ik ze even verpakken of Yellowrite. Ik gooi ze gewoon even door elkaar. Um, heb je dus 80.000 buckets kunnen erin. Dus dat is lekker veel. Vanwege al die rods, Dus hoe meer rods je hebt, hoe meer je erin kan stoppen. Uh, hoeveel, het hoeveel het genereert, dat zal je straks allemaal wel zien. Maar um, ja, ik kan dus nu kan ik hem aanzetten. Maar uh, als ik hem aanzet omdat er geen fuel is, gebeurt er niks. Dus dat werkt op het moment niet. Dus laten we maar een keer wel fuel halen. En even kijken hoe effectief mijn uh, reacteur nu werkt. Dus we gaan naar daar. En ik ben eigenlijk gewoon van plan om een enorme lading in te zetten. Dus we pakken dat Yell. stuff. En dan pakken we gewoon een complete stack. stack blocks. En die zetten we erin. Dus dat is echt superveel fuel. En dat, dat betekent dat dat ding kan dus echt gewoon. jaren. Nou, dat is iets te veel. Maar in ieder geval super lange tijd kan hij hierop uh, draaien. Dus oké. Okay. Laten we maar even één blokje erin zetten. En zoals je kan zien, zie je dat er een klein. Stratjes ontstaan. En dat is dus dat Yellorium En het, is, het ziet een beetje uit als fuel. Best wel cool. Dus laten we even dit helemaal erin zetten. En zoals je kan zien, boom. Er zijn dus 8. Um, er zijn dus 80, als het goed is. Ja? Even kijken, ja, 80.000. En ik denk dat één ingot is. Um, ik denk dat één ingot is ook echt 1. Uh, of is 1000 microbuckers. Dus er zijn voor mij 80 ingots nu in heel dit gebeuren. Zitten er nu? 80? Ja, ik denk dat, uh, dat dat wel goed is. Dus oké. Okay. Dus is dat allemaal gelukt. En nu. ...gaan we dus even de ding aanzetten dan gaan we even kijken wat hij dus doet. Dus we zetten hem aan. En here we go. Oh man, moet je kijken. Super warm in één keer. Dus dat is nice. De casing. En de energieproductie. Dus hier kunnen we kijken wat het dus nu doet. Dus per tik gebruikt er nu... ...wordt er dus 1.8 millibuckets per tik wordt er gebruikt. En dat is superveel. En hoeveel produceert het? 3.63. Dus nu zou je denken van... ...hè, dat is toch helemaal niet goed? Het, produceert, het, het gebruikt best wel veel fuel... En misschien dat er nu al een ding uit is gekomen, trouwens. moet moeten even kijken. Nee, nog niet. Maar ja, wat ik dus wil zeggen. Of wat ik dus aan het zeggen ben. Is dat dit werkt op zich niet goed. Als je het vergelijkt met dit. Dit werkt veel beter op het moment dan dit. Dus waarom dan doe je dit? Nou, dat komt omdat het nu nog helemaal niet goed is. Dus we zetten hem weer meteen af. En uh, ja, we gaan even kijken hoeveel energie heeft dit ding nog geproduceerd. Even kijken. We hebben dus nu. Um, in RF hebben we dus nu 3 miljoen ongeveer. Ja, 3 miljoen. zitten nu op 3 miljoen. En dat betekent dus 30% is nu vol. Dus het gaat best snel. Maar het kan een stuk beter. En de manier waarop dat beter kan, is met een speciaal soort um, liquid. Dus al die andere losse ruimte die hier nu in zitten. Dat kunnen we allemaal gaan gebruiken um, om uh, koelingsstof te doen. Waardoor dus zeg maar dat ding wat minder snel warm wordt. En nu kan ik niet aan klikken omdat ik het even heb um, En waardoor dus zeg maar heel dit ding. Waardoor, dus, um, waardoor het dus veel meer efficiënter is. En dat moeten we doen. Met uh, verschillende soorten liquids. En een liquid die we kunnen gebruiken is bijvoorbeeld water. We kunnen hier gewoon water in zetten. Maar iets wat ook werkt, is diamond blocks. Dus sommige blokken werken ook gewoon. Maar het allerbeste hiervoor is Cryothium. En dat is het spul wat ik dus nu wil maken, omdat we het gewoon kunnen maken. Dus laten we dat maar gaan doen. Dus daar gaan we nu mee bezig zitten voordat we uh, dat ding gaan af, uh, afmaken. En helemaal die setup gaan doen met NHS en de, de rack. Right. Dus oké, okay. en daarvoor de resource, daarvan heb ik hier ingezet.